dat je er bent. Ja, en we dachten, we gooien er eventjes een beetje de RTL Late Night Tune erin. Zodat klinkt je lekker, ook hè? Meteen een beetje op je gemak voelt. En... Ja. Hoe is het met je? Hartstikke goed. Ja. Ja, ik vond het een beetje vroeg vanmorgen. Ja. Maar het is goed. Maar ja, je had natuurlijk gisteravond gelukkig... Ja, voorstelling ook. Ja. Nee, geen voorstelling, geen uitzending. Ja, ik ben een beetje onthand, want ik heb mijn kaartjes hier niet. Die liggen nog bij de... In de keuken. In de keuken. Ja, daar wordt wel gezegd ook. Amateur. Maar daar komen de kaartjes. Ja, precies. Vertel eens even, want gisteravond dus geen voorstelling, ja. Geen Umberto, geen Late Night. Maar hoe ziet je dag eruit als je, zoals vandaag, zoals vanavond vandaag. Natuurlijk wel aan de bak moet? Nou, normaal gesproken zit ik niet bij koffietijd. En dan word ik vaak wakker rond een uurtje of 8:30. En dan nou, meteen nieuws kijken natuurlijk op mijn telefoon. En Twitter en Facebook en alles wat nieuw binnen is gekomen. Dank je. En dan probeer ik heel even een uurtje niks te doen, te ontbijten en douchen. En dan ga ik aan het werk. Ja. Ga ik zoeken en nieuws bijhouden. Maar, dus we kunnen aan jou nu gewoon heel goed al vragen. Wat is je tot nu toe opgevallen wat vanavond de uitzending gaat halen? Nou ja, er zijn wel veel dingen die nu al wel spelen. Maar wat ik echt het meest opvallende vond van eigenlijk dit weekend. En waar iedereen nu ook nog wel over aan het praten is.